I was always there for you, oh. I was always on time, and I gave you my all. So now you call, I decline, and now I don't know about you, but I know I'm gonna be. Hoi allemaal, ik ben weer terug van vakantie en terug op jullie buis. En vandaag heb ik een nieuwe video en we gaan een Get Ready With Me doen voor een festivallook. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het is ook gesponsord door Ethos. Ik ben een Ethos Friends Ambassador, wat super leuk is. Ik ga ook echt niet doen alsof ik een make-up guru ben, want dat ben ik niet. Dus het wordt een simpele maar leuke look voor op je festival. Niet ingewikkeld, want anders kan ik het zelf niet eens maken. Dus, en dat, ja. We gaan beginnen. Om te beginnen, ik ga niet foundation doen, want ik ben gewoon niet van de foundation. Maar dan is het wel belangrijk dat je een basis hebt. Een speciale zonnebrand voor alleen je gezicht, factor 30. Het is gewoon belangrijk dat je ingesmeerd en wel naar het festival gaat, want ja, je staat toch waarschijnlijk veel in de zon. En het is gewoon belangrijk dat je dan een laagje zonnebrand op je hebt. Oh, dat klonk heel raar. Het ruikt ook heel lekker. Deze doen we gewoon op mijn gezicht. Op mijn lip blijkbaar ook. Wat mij leuk leek om te doen is om weer de nep tattoos uit de kast te trekken. En een paar leuke dingetjes op mijn gezicht en misschien mijn lichaam te doen. Misschien, kijk, ik heb gekozen voor deze broek. Lekker luchtig, lekker gezellig, een beetje tropisch. Daar past deze groene eyeliner heel goed bij. En ik heb ook eentje van Ethos, een violet paars eyeliner. En die ga ik combineren, want het lijkt me leuk om wat kleurtjes in je ooglook te hebben. Ik was dus laatst voor mijn wenkbrauwen iemand geweest die mijn wenkbrauw heeft gedaan. En die zei dus dat je gewoon met haarlak op zo'n borsteltje moet sprayen en dan gewoon. En dan zit het goed. En dat is ook het enige wat ik ga doen met mijn wenkbrauwen. Oh ja, wat ik ook nog heb is deze oogschaduw van Ethos. Dit is gewoon het eyeshadow palet. Rustige, warme tintjes. Dus dat vond ik wel mooi. En daar ga ik ook gewoon even mee spelen. Wat ik ook nog heb is deze Ethos highlighting powder. Ik ga beginnen met de oogschaduw. Mijn spiegel is gewoon heel vies. Oké, ik heb even ingezoomd zodat jullie meer kunnen zien van mijn gezicht. Dus ik heb al een beetje licht op mijn gezicht gestapt. Kijk, waarschijnlijk zijn er heel veel mensen van, wat doe je? Maar daar gaat het dus niet om. Het gaat erom, stel je bent een kneus zoals ik die niet zoveel kan met make-up. Dan kan je toch iets moois creëren voor jezelf. Daar gaat het om. Wat me dus tof leek om met de groene eyeliner en de paarse eyeliner te doen, is om de eerste stuk groen te doen en de rest paars. Ik wil nog iets met die witte eyeliner, heel graag. Zometeen deze proberen met ook de lippenstift. Dan heb ik hier die highlighting powder. En hij is een beetje roze. Zo, is echt intens. Het regent super hard. Als jullie regen horen, het is regen. Ik heb de sea salt. Die kan je op droog, maar ook nat haar doen. Volgens mij is het op nat haar nog beter. Daar heb ik even geen zin in. Oké. Nou, als je haar los hebt, het beste is dus volgens mij om het vanaf een middenscheiding te doen. Heb ik niet, maar dat maakt niet uit. Los haar vind ik echt een ander mens bijna. Vind ik het leuk om wel een voorplukje te houden. Een plukje, je halve haar. Ja. Eigenlijk iets meer. Oh, die oog. Crying. Oh, oké, niet in je oog spuiten, dat is niet leuk. Voor het laatste ga ik nog deze doen. Het leek me dus leuk om een soort van druppel onder mijn ogen te doen. Oké, het enige wat ik lastig vind aan dit soort tattoos is dat je het dus op de juiste plek moet doen. En het moet niet scheef zijn. Als het fout gaat, dan gaat het fout. En dat is heel erg jammer. Ah, nee. Doe me. Oh my god, serieus? Niet in plakken. Rustig. Wow.
Waarom is dit zo moeilijk? Oké, jongens, dit is de uiteindelijke look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen. En eventjes op de abonneerknop te drukken als je familie wilt worden. Nee, als je deel van de familie wilt worden. Papers. Van de papertjes. En laat me in de comments weten wat jullie van mijn look vonden. En...